Ze zijn knapperig, goed gevuld en smakelijk. De oliebollen van de gebakkraam Bischof Hanrats uit Apeldoorn zijn dé verrassing van de nationale oliebollentest van het Algemeen Dagblad. Deze oudejaarsbollen van Sydney Bischof zijn maar liefst gewaardeerd met een 9,5. Sydney bakt ze al jaren krokant, maar zijn bollen werden nooit eerder getest door de landelijke krant. En we staan meteen op 2, dus dat is een heel mooi resultaat. Maar ja, voor ons is dat ook nieuw uiteraard. Dus ik probeer wel alles zo goed mogelijk voor te bereiden, zo goed en zo snel als het kan. Want sinds het nieuws bekend is dat de Apeldoornse bol de beste van Gelderland is, staat er een lange rij klanten voor de kraam. Ja, maar het is de moeite waard natuurlijk als je dat leest. Dat is toch ontzettend leuk om daar gebruik van te maken, want ja, er zijn er maar niet zoveel. Of ik moet Rotterdam voor de eerste. Ik heb 2 keer 11 besteld, voorlopig even. Even proeven vandaag, even bij het bedrijf even ronddelen en dan even kijken. Als ze goed zijn, dan gaan we er morgen weer heen. Het bakken van een winnende oliebol vergt een gedegen voorbereiding. Als het deeg genoeg is gerezen, dan pas mogen de bollen in het vet. Dan vraag ik me altijd af, hoe krijgt u die oliebollen zo rond? Met een lepel. Een ronde lepel pakken. Geen vierkanten. Hè? Volgens de test van het AD zijn de oliebollen van deze gebakkraam Rumpert in Tiel het slechtste van Nederland. Mensen moeten te hard voor hun geld werken om het hier aan oliebollen uit te geven, zo klonk het oordeel. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Ik vind hem echt heerlijk. Ja, hij is gewoon goed. Ja hoor, ik snap niet waarom we zo'n slechte score gekregen hebben. Het blijft natuurlijk maar een steekproef, maar voor volgend jaar heeft Sydney Bischof maar één doel. De tweede plek inwisselen voor de eerste plaats. En hoe hij dat gaat doen... Ja, dat is het geheim van de smid, hè. Maar veel liefde erin, daar hebben we zo gezegd. Je vak goed uitoefenen. Goede olie erin en goed gevuld. Niet te krenterig met een krentenbol zijn. Maar dan komt het vanzelf allemaal goed.